Mensen, tweede video in mijn nieuwe kantoor. Ik was er vorige week blij mee, maar toen wist ik nog niet dat het naast het kinderdagverblijf zat. Zou ik het raam open doen? Nee, wordt leuk. En ik vroeg jullie vorige week ook nog voor leuke kunst. En die krijg ik. En ik kreeg ook hele leuke tips in de comments. Hier, ik zat te denken aan een paarse muur met wolken. Oké, die ga ik blokkeren. Ah ja, hier. Doe een spekkoek stripperpaal. Oké, ik ben nu gewoon misselijk. Dag mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Lieve Thomas. We gaan vandaag kijken naar aflevering 8 van het meest romantische programma wat Nederlandse bodem ooit heeft gemaakt. The Bachelor. Nou, het begon met een gesprek tussen mijn vriendin, tussen Indico en Maureen. Nee, echt totaal. Ik heb wel van de week gevraagd of ze wijn wilde drinken en ze wilde niet. Echt, ze zei gewoon keihard nee. Of nou ja, ze kon niet. Dan denk ik, ik vraag het ruim een uur van tevoren en... What the fuck doe je in Friesland? Ja, ik weet ook niet helemaal waar ik sta bij Thomas. Ik wil echt toe aan een leuke date met Thomas. Oh ja, nee, met Thomas wel, is goed. Nee, nou maar, weet je, dan vind je hem toch lekker lelijk. Nee, nu ben ik het echt aan het verpesten. Jullie hebben natuurlijk gekust. Er was een kusje. Oh ja, laten we nog een keer kijken. De kus van vorige week, die ging fucking goed duidelijk. Ah, spijt van. Mijn cringe-spier. Trouwens, wat ik vorige week niet had gezien en waar TikTok mij op wees, tijdens deze date met Maureen vorige week, had Thomas een boner of zo? Het cringe-gehalte was in ieder geval. Het cringe-gehalte was een beetje dit niveau. Jezus. Ja, ja. Dat fragment blijft echt mijn favoriete fragment ooit. Nou, en toen had Thomas een vlog gestuurd naar de dames. Ewa douches! Knoppower! Nu wilt er vandaag met me komen flexen, zoals ik altijd flex, met mijn Lamborghini. Ja, ja. Zie je? Boom. Iedereen is... Jaël, jij wilt mijn dik. Oké, dan gaat het weer te ver. Voor Maureen was het nog erger wat hij zei. Want vandaag staat er weer een hele leuke date op het programma. Een sportieve date. Holy fuck, ik heb hier weinig zin in. Ik wil helemaal niet op deze date. Wat een kut date. Maureen en Indico bij mij. Nou, het is helemaal niet leuk. Nou, gelukkig hoefde Maureen niet. Ja, El, Inge en Asja gingen yoga doen. Met als reden... Deze dames wil ik heel graag te weten komen of de aantrekkingskracht er is. Durven ze een beetje fysiek te zijn? Durven ze dicht bij mij te komen? Dus eigenlijk gaan ze nu yoga doen, zodat Thomas ondertussen een beetje kan bedenken... Wil ik haar nu neuken? Oh ja. Ja, ik zou Inge toch wel doen. Oké, Inge, wisselen. Oké. Nee, dit kan echt niet. Gecanceld. Cancel. Anybody has some injury? I have some feelings in my heart, so be careful with it. Dat is een goede joke. Een slechte uitvoering. I'm a vulnerable man. Be careful. Als je dat had gezegd. Nou, zij dus yoga doen om te kijken. Zij dus yoga doen om te kijken of Thomas horny werd. Ja, het is toch. En goed nieuws. Thomas krijgt dit keer geen boner. Open our eyes to say thank you and I love you to all of us in this circle. Damn, Jesus. Dat is de derde date. Ik heb twee daarvan heb ik niet eens gesproken met jou. Nou, goed nieuws. Want dit keer gingen ze namelijk wel even met elkaar in gesprek. Eigenlijk hun eerste echte 1-op-1 moment. Jaël lang opgewacht, Thomas lang opgewacht. Kan alleen nog maar goed gaan. Ja, het wordt steeds moeilijker ook voor mij om keuzes te maken. Mm-hmm. Dan denk ik toch dat het er niet in zit op die manier. Wat, je hebt net I love you gezegd. Nee, maar Jaël ligt eruit. Dat is jammer, maar ik snap het ook wel. Weet je, hij heeft net yoga gedaan. Hij vond daar nog steeds niet aan te... Überhaupt, als je na 3 weken lang 14 vrouwen daten zonder te neuken... nog steeds niet iemand aantrekkelijk vindt, nou, dan gaat er iets niet goed, hoor. Je hebt hier wel gewoon een rozenceremonie voor. Nou, hij heeft het nu wat netter kunnen uitleggen. Asja trouwens, die vroeg die juist op date. En Inge, die gaf die zelfs een roos. Want fuck de rozenceremonie tegenwoordig. Dat is mijn favoriete onderdeel. Nou, ondertussen bij de andere meiden werd door de Mexicaanse Mike de Boer een andere date aangekondigd. Vermaken jullie je nog een beetje? Ik hoop dat jullie het gezellig hebben samen. Vraagteken. Toch? Bij Thomas wordt daar een vraagteken. Ik hoop dat jullie lekker hebben geslapen. Vraagteken. Uiteindelijk vroeg hij in de brief alle Noëlle om te gaan koken samen. Maureen, die begon ondertussen wat jaloers te worden. Merel al een kusje gegeven, mij geprobeerd een kusje te geven. Het is... Hij is wel aan het uitproberen nu. Thanks Maureen. Voor het uitleggen van het programma. Ja, ik heb natuurlijk pas geleden met Thomas gezoend. En dat ging ook goed.
Alleen nu date hij opeens 16 andere vrouwen en stuurt hij eens per aflevering tijdens een rozenceremonie iemand naar huis, waarna Rick zegt: nou dames, emotionele... Maureen, we snappen het programma. Minder uitleg. Ja. Terug naar de date, want Anna Noelle was dus blijkbaar zo fan van die hete pepers op hun eerste date, dat ze het nog eens ging vonden. Nee, grapje. Dan had ik Thomas echt uitgehaald. Dan was ik gewoon Will Smith 2. Fuck Will Smith trouwens. Nee, de date begon eigenlijk zoals je elke date begint, met slecht nieuws. Ik heb vanmiddag best wel een zwaar gesprek gehad eigenlijk met Jaël. Ik heb haar helaas moeten laten gaan. Oh, meen je? Ja, ik heb Jaël echt moeten laten gaan. Wauw, oké. En hoe? Als in achter in het bos of al gewoon laten inslapen? Oh, ze is gewoon naar huis. Dit is zo'n stomme joke. Laten gaan klinkt toch een beetje alsof je je hond laat inslapen. Nou, toen gingen ze verder met het gesprek. Ze hadden het over euthanasie. Jaloezie. Hij suck. Ik zou wel gewoon zeggen... Als je ziet dat er geflirt wordt. Ja, dan zou ik wel gewoon zeggen van... Hey, ik vind het hartstikke leuk dat je gewoon lekker je ding doet. Maar ik ben er ook, hè? Ja, fair. Ja, nou, ik ben zelf niet van een scène zet of zo. Maar het is toch wel leuk om het met je vriend of vriendin gezellig te hebben op een feestje, toch? Dat is toch wel minimaal, hè? In plaats van dat hij met iemand anders flirt. Hey, superleuk wat je aan het doen bent, hoor. Maar met mij toch, misschien? Aangezien ik vanochtend je kak heb moeten doorspoelen... Ik heb vanochtend op je pisbril moeten zitten. Ga je nu iemand anders lopen, Thor? Niet wat jij aan het doen bent. Maar ik hak die lul erop. Ja, oké. Ook een reactie, I guess. What the fuck. Nou, wel goed nieuws. In tegenstelling tot Jaël was er voor Anna Noelle geen yoga nodig. Bij Anna Noelle heb ik dat gevoel wel een beetje. Want zij is wel gewoon heel erg aantrekkelijk. Goh, kijk haar gezicht. Heel veel beter ga je ze niet krijgen. Ja, er is wel één groot nadeel aan Anna Noelle. Eentje wat ik tot nu toe heb gevonden. Ze doet een opleiding tot makelaar. Ai. Nee, ja, misschien verbreekt zij het stigma van makelaars als leiders. Verder ging de date heel goed en de volgende dag ging Maureen naar Anna Noelle om het te bespreken. Maureen en Anna Noelle. Maureen wordt wel een beetje jaloers, moet ik eerlijk zeggen. En je weet wat er dan gebeurt, Thomas. Ik hak die lul erop. Er gebeurde namelijk al ondertussen een nieuwe date. Verdomme, met Indigo. Nou, de date ging fucking slecht. En laten we gaan kijken naar de date. Ze zijn nog een beetje terughoudend, want ze zijn, waar zit er nog een addertje onder het gras? Ze verwachten dat we iets heel geks gaan doen, dat we heel iets actiefs gaan doen. Kan dat nou? Kan dat nou weer? Gelukkig gingen ze dit keer wel iets superleuks doen. Iets waar elke vrouw en man hartstikke warm van wordt. Maar we gaan eigenlijk gewoon winkelen. Je houdt er niet van nieuwe items aanschaffen, zodat je meer zelfvertrouwen krijgt. Wil jullie nog iets voor mij uitzoeken? Of voor Thomas. Ook leuk. Voor iemand anders shoppen, ook super. Dames, leuk. Leuk jullie te zijn. Je krijgt een 500 euro budget. Dus geniet ervan. Ga lekker shoppen. Koop zoveel mogelijk items voor mij. Ik vond toen, je had zo'n bruin broekje aan met zo'n blauwe t-shirt. Dat gaat, gaat dat over? Het is een kort bruin broekje. Maar het is een beetje een... Dat zei ik! Over hetzelfde outfit. Weet je nog? Ik zei dit toen. Een briljante outfit. What the fuck? Wat is dit voor outfit? En nu zegt Indigo, zeg op... Marry me. Fucking marry me. Of zeg ja, als ik je op date vraag. Eén van twee is goed. Nou, dus zij dus outfits uitkiezen voor Thomas. Indigo kwam met dit. Vet leuk. Holy shit, dat is het leukste outfit dat ik ooit in mijn leven heb gezien. Dat is niet normaal. En toen kwam Isabel met dit. Kut outfit. Indigo, I got you. Nee, oké. Dit outfit is wel leuker dan die van Indigo. Het is iets minder Ibiza cult. Nou, toen gingen ze wat drinken en... Oh my god, what is that? Oh my god. What is that? Is that really awesome? Look at it. En toen kregen ze nog van hem wat super cute was cadeaus. Zoals een ketting. Isabella kreeg oorbellen. En toen ging ze terug naar die dames om het hun te vertellen. En ik denk dat ik al weet wie dit het allerleukst vond. Dit was eigenlijk een fucking leuke date. Ik ga deze date overnemen. Sorry Thomas, maar nou, toen begon de cocktailparty. En iedereen zag er weer prachtig uit. Asha looking hot. Meryl looking hot. Isabella looking like Femke Louise. Toch? Nee, eerlijk. Verder gebeurde er eigenlijk niet zoveel tijdens de cocktailparty. Dus we gaan gewoon gelijk door naar mijn favoriete onderdeel van The Bachelor. De rozenceremonie. Ik weet eigenlijk niet of er vandaag iemand uitgaat. Ja, El is er al uit. Volgens mij doet de tijd hele mooie dingen met ons. Deze is voor jou.
Indigo. Oh, en een heel mooi verhaaltje erbij. En niet als laatste. Holy shit, dat was echt nog een soort van een echt dansje. Die was gangster, zag je die? Indico is door, let's go. Wie is er dan uit? Wacht even. Isabella moet die laten gaan. Rest in peace Isabella, jammer dat je moest laten inslapen. Dit is uit respect voor Isabella. Oké, voor de video leuk doen, een duimpje omhoog. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. En zoals ik altijd zeg. And I love you.